Hi Glenn. Hi. jij bent binnen AWB onze energie-expert en werkt zelf ook mee aan nieuwe softwareoplossingen om energiesystemen duurzamer te maken. Zou je dat eens toe kunnen lichten? Ja hoor. Uh, nu buiten onze gekende controlesystemen 800 xa en Symphony Plus, die uh, verschillende technische installaties uh, operationeel houden, ontwikkelden wij inderdaad bij Process Automation ook energiebeheers- of managementsoftware, namelijk onze OptiMax-oplossing uh, voor in industriële en commerciële sites. Virtual power plants en ook uh, smart charging, welke met de huidige hoge energieprijzen nog een belangrijkere rol is weggelegd. Een energiemanagementsysteem uh, Optimax? Leg eens uit, wat is dat? Ja, graag. Nu, de meesten onder ons zullen een, een systeem wel kennen: hè, dat het uh, energieverbruik en eventuele productie weergeeft in verschillende overzichtelijke grafieken en statistieken. Nu, ons energiemanagementsysteem Optimax gaat een belangrijke stap verder. Door het effectief terug te sturen van de best mogelijke acties of setpoints. En dit wordt mogelijk gemaakt door onze nauwkeurige voorspellingen van de energievraag, de energieprijzen en ook weersvoorspellingen, die op hun beurt gebruikt worden in onze gedetailleerde optimalisatieberekeningen, om zowel snel 10 tot 15 procent kosten te kunnen besparen. Oké, okay, dus AWB heeft een toegevoegde waarde in het reduceren van de energiekosten en de CO2-emissies? Ja, inderdaad. Optimax levert hiermee een belangrijke bijdrage in het behalen van klimaatdoelstellingen en, en dit op een financiële, rendabele manier. Oké, okay, en kunnen we nog een stap verder gaan? Naast energie monitoren ook andere energiestromen? Ja, absoluut. Omdat de energiesystemen alsmaar meer gekoppeld worden aan elkaar, ontstaat er de mogelijkheid om die meerdere energiestromen of multi-energiestromen te benaderen als één geïntegreerd geheel. Zo wordt dan bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik en de productie. Uh, gekoppeld aan warmtenetwerken. En dit zowel binnen in gebouwen als op industriële sites en zelfs voor stadsverwarming. Uh, en als we dan kijken in de, de watersector, eh, voor de transport en distributie van stadswater, we kunnen daar de pompen uh, op een slimme manier uh, aangestuurd uh, worden. Of bij afvalwaterverwerking, door het optimale gebruik van het ontgonnen ont 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 biogas. Uh, maar evengoed uh, in uh, de immobility sector, voor het slimme laadmanagement van... Elektrische voertuigen of zelfs bussen of elektrische auto's. En hoe ver staan we ermee in de praktijk? Zijn er ook voorbeelden van? Ja, absoluut. We hebben zowel een vijftigtal referenties, namelijk onze eigen Busch Mission to Zero fabriek in Ludenscheid, Duitsland, waar Optimax een diverse multi-energie installatie optimaliseert met onder andere zonnepanelen, laadpalen, een batterij-energieopslagsysteem, een warmtekrachtkoppeling en ook verschillende Stuurbare verbruikers. Of in het Koninkrijk der Nederlanden, maar daarom niet dichterbij. Namelijk in Aruba zorgden we ervoor dat de hernieuwbare elektriciteitsproductie maximaal wordt benut. En omdat dit natuurlijk een eiland is, was dit met een belangrijkere aandacht voor de stabiliteit van het grid. Wel dichterbij in Zelik, België draait Optimax momenteel met het oog op het energiemanagement van een bedrijventerrein. Uh, waarop we tevens een belangrijk innovatietraject hebben lopen om onze software nog uh, beter te, te maken. Uh, kortom, het is echt een bewezen oplossing waarin blijvend geïnvesteerd wordt. Oké, okay. de plan. Hartstikke bedankt. Helder. Graag gedaan.